Yo iedereen, mijn naam is Switch en vandaag zijn we terug met een nieuwe video. Dit is mijn dak zoals jullie kennen, met een JMC uitlaat, zoals jullie hier zien. Maar daar komt verandering in, want we gaan de uitlaat veranderen. Dit is een lege pot, wat ik gewoon niet mag in België. Allee, je moet wel wol hebben in je uitlaat voor toch een demping te hebben. Maar je zit dus geen wol in en ook een deuk van achter. Voor de mensen die het nog niet misten, waarschijnlijk niemand, maar oké. Okay. Dat zijn dan dingetjes zo die ik voor mezelf hou. Maar, dus nu vragen jullie af welke uitlaat komt er in de plaats. Bovenliggende, onderliggende. Bam, 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 bam. Deze uitlaat komt er dus in de plaats. Het is een overhandband met streepjes hier op het einde. De vorige zei, ik vertrouw hem ook dat je niet zo veel ziet met van die lijntjes hier op het einde. En ja, die gaat er dus onder gaan. Ik ga jullie natuurlijk ook beelden laten tonen van hoe ik hem erop laat. En daarna het geluid natuurlijk. Geluid voor en na. Dus dit is het geluid van een 150cc DAX 4-takt, natuurlijk, JMCA uitlaat. Ik ga dus even moeten wachten, maar jullie niet. Jullie krijgen in de volgende scène de soundcheck te horen van de over. Maar ik moet namelijk een nieuwe kickstarter bestellen, omdat deze de standaard is. En nu, dus het raakt de buis. Oké. Dag, scanners, weten we wat ik bedoel. Hey.